Ja, je zou het misschien niet zeggen, maar ik vind kamperen hartstikke leuk. Het enige wat me altijd tegenstaat, dat is het opzetten van zo'n tent. Nou schijnt er een nieuw fenomeen te zijn, dus ik ben gevraagd om eens even langs te komen hier bij Eurocamping om dat te gaan bekijken. En ik wil natuurlijk niet met lege handen aankomen. Eerst even hierheen. Dit is een safari tent of zo? Ja, klopt. Dit is een safari tent van Vodatent. We hebben een PVC dak. Daardoor kan die eigenlijk met elke weertype kun je hier prima in kamperen. Ja, mooi. Nou ben ik heel slecht in het opzetten van tentjes. Zelfs zo'n heel kleintje lukt niet. Dus zo'n grote lukt natuurlijk helemaal niet. Ja, dat hoeft ook niet. Wij plaatsen de tent van tevoren. Dus als je op de camper aankomt, dan staat de tent al voor je klaar. Wat is nou het verschil met een andere tent dan? Een normale tent die je huurt of koopt, die is toch een stuk kleiner en er zit vaak geen leifel aan. En bij ons hebben we een leefruimte van 40 vierkante meter. Daardoor is die lekker ruim en door de leifel kun je ook lekker buiten zitten. Ja. Voor hoeveel personen is deze? Onze tenten zijn allemaal ingericht voor 6 personen. Wat kan ik binnen vinden? Binnenin heb je 2 slaapcabines. In één slaapcabine staat een 2-persoonsbed. En in de andere slaapcabine 2 stapelbedden. In de woonruimte heb je een tafel met 4 kuipstoeltjes en 2 luxe stoelen. Een room divider, een koelkast, een stellingkast en een keuken op wieltjes. En dat is wel heel bijzonder. Dan kun je lekker buiten koken. Nou heb je het binnen over het beddengoed eigenlijk. En dan zie je overal dekbedden. Nou, onze tenten zijn standaard ingericht met dekbedden en kussens. Dus die hoeven de mensen niet zelf mee te nemen. En vaak kan ook op de camping nog een lakenpakket worden bijgehuurd. Nou, het enige wat ik een beetje miste was eigenlijk een soort van badkamer. Die zit er dan weer niet in. Nee, klopt. Het moet natuurlijk wel kamperen blijven. Dus we hebben geen sanitair in de tent, geen badkamer of wc. Op de campings waar we staan hebben ze dat uiteraard wel. Dus daar kun je gebruik van maken. En dan ook op de afwasplaats kun je daar je afwas doen. Nou heb ik net boodschappen gedaan, speciaal voor jouw mooie buitenrijkeuken. Zullen we eens naar buiten rijden? Ja, dat is goed. Het echte kampeergevoel. Nou, buurman Mike, ik heb voor je een beetje... Lekker man. Ik kan natuurlijk niet missen. Hey, bevalt het een beetje in je safari tent? Ja, helemaal te gek. Ja? Echt helemaal te gek. Maar het is ook een hele poos geleden dat we vakantie hebben gehad. Oké, hoe lang is het geleden dan? 12 jaar. Oh. Ja. Oh, dat is wel even lekker inderdaad. Ja, heerlijk. Is het koud s'nachts? Nou, daarvoor hebben we altijd gekampeerd, dus we weten wel wat... de ins en outs van het kamperen. En hoe bevalt dit dan ten opzichte van... Het kamperen van vroeger? Lekker, want je hoeft geen tent op te zetten. Ja. Ja. En je komt binnen, je legt je spulletjes neer en je zit. Nou, ik zou zeggen, laat hem niet koud worden. Hè? Nee, lekker. Ik zeg proost. Ja. En nog een prettige vakantie. Ja, jij ook, buurman. Nou, bedankt.